Hij is nu opgezet. Ja. En dan over 3 uur maak je een plak. En dan tussendoor moet je met de sparkels. Dan zet je mijn eerste keer strak mee en dan nog een bultjes. Ja. En dan als je weer wat later, dan doe je de tweede keer erover. Dan zijn de bultjes heel erg weg. Ja. En dan als je klaar bent met smeren. En alles staat zo een beetje voor de tweede keer met de sparkels. Dan heb ik dat gevuld en dan wordt het super glad. Dan gaat er heel de laagje over. Ja. Dan is het echt glad. En dat is over 3 uur ongeveer zover. Ja, dat kan ik weer. Dan na het aanmaken 3 uur verder rekenen. En dan over hoeveel tijd is het mogelijk om dit te sausen? Die zou wel langer duren, ja, dat zal niet zo langer duren als normaal, maar volgende week wordt het goed weer. Ja. En als je dan de raam openzet, die kan ook open, hè? Ja. Als je dat tegen elkaar openzet, en dan moet het ook allemaal worden. Ik zeg altijd 1 week, 2 weken. Ik vind zelf al tot 2 weken, gewoon echt laten drogen, dan krijg je gewoon gezeur. Het is daar een beetje langer dan te kort hoor, want ik heb er zo vaak mis zien gaan en dan hul ze te gauw en dan komt er doorheen. Ja, dan komt er gewoon af. Ja. Kijk, maar dan zie je wel hoor, als het echt loopt.